ook bij kijken, Hoop. Nou, leuk dat je weer kijkt. Ook namens Hoop hier dus onder in beeld. Ik heb hier voor me van allerlei dingetjes liggen. Vooral heel veel marmer items. Dus mocht je daar gek op zijn, dan is het zeker wat voor jou. En daarnaast heb ik nog wat andere dingetjes geshopt de afgelopen tijd die ik ook graag aan je wilde laten zien. Dus het is echt een collective haul, zeg maar. Collective shoplog. Dus laten we snel gaan kijken. Als eerste deze plaat. Deze is van de tv-kok Rudolf van zijn lijn. Het is een echte marmeren. Ik zet het mee, meneer. Het is een echte marmeren plaat. Die bedoeld is dus voor in de keuken. Hij heeft ook van die pootjes eronder. Maar ik heb hem bij mij op de tafel staan en daar heb ik al wat dingetjes op staan. Dus je kunt hem ook prima gebruiken voor zo. Alleen moet je hier, ik weet niet of je dat kunt zien. Hier zo staat zijn logo, dus daar zet ik dan iets op. Want dat is een beetje ja, bakery. Als ik het in de woonkamer heb staan, is het natuurlijk een beetje vreemd. Maar die kocht ik bij de Marskramer voor om en nabij de 20 euro. Hoop loopt hier weer dus in de woonkamer. Ik heb daar nog steeds niets op verzonnen dat ze niet heel de tijd tippelt hier. Maar dan weet je, als je ooit wat getrappel hoort, dan is dat. Het volgende marmer item is dit dienblad. Dit is een dienblad van de Blokker. Het heeft natuurlijk alleen maar een marmer printje. En verder, ja, het is er gewoon opgeplakt, denk ik. Hij heeft van die houten zijkantjes die ik nog wil schilderen. Want ik vind dat een beetje... Ik hou niet zo van dat lichte... Kom je nou weer bij zitten? Van dat lichte bag, van dat lichte hout, zeg maar. Maar ja, ik vond hem nog steeds wel heel erg leuk. Die is dus, als ik hem dan, die randjes ook nog schilder. Hij is van de Blokker en was iets van, ik moet de prijzen hier allemaal een beetje schuldig, de exacte prijzen hier een beetje schuldig blijven. Maar deze was ongeveer 4 à 5 euro. Bij de Blokker kocht ik ook dit. Shine bright like a diamond. Ja, ze hadden nog andere quotes ook, maar ik vond deze dan toch nog wel het leukst. Hoewel ik niet zo van de quotes of zo soort dingen ben. Maar ik vond het wel leuk als achtergrond voor fotografie. Daar heb ik hem ook al voor gebruikt. Het was ook van de Blokker. Het was heel goedkoop. Het was volgens mij toen ook nog in de aanbieding. Ik weet niet of je dat nu nog is. Maar het was ongeveer 2 euro. Max 3 euro. Het is gewoon een bordje met welke je op kunt hangen natuurlijk. Met een stickertje erop. En we gaan nog even door met de marmer. Ik ben dus echt helemaal losgegaan zoals ik je al vertelde. Het volgende marmer item wat ik kocht is dit. Het is een rolletje plakfolie. En die kun je dus gebruiken als ondergrondjes voor dingetjes. Of dat je het stukjes eraf knipt en ergens opplakt. Dat heb ik ook gedaan. Ik zag het al bij Serena van Beauty Lab heel wat maanden geleden. En ik heb nu mijn eigen laptop ook voorzien van een stickertje. Ja, het is een Chromebook. Het is niet zo'n hele spannende laptop. En... ik vind hem al niet super fijn, dus nu word ik toch een klein beetje blijer van deze laptop. Een marmeren sticker dus die ik erop heb geplakt. Je kunt het werkelijk overal op plakken. Je kunt zelfs zo'n dienbladje maken als ik die je net liet zien. Plak het op een leuk kaars, op een kaashoudertje of iets dergelijks. Kaarshoudertje, niet kaas. Ja, dus ik vind het wel heel leuk om... juist binnen no time te voorzien van wat marmer accessoires zonder dat het veel kost. Want die rol kost 4 euro. Tussen de 4 en de 7 euro. En ik zal het hieronder eventjes precies zetten hoeveel die kost en hoeveel je krijgt. Maar in ieder geval kun je er heel wat mee beplakken. En het laatste van mijn marmer aankoopjes zijn deze oorbelletjes. Ik zal ze even van dichterbij laten zien. Ik kocht het bij Mode Must Haves. En ze zijn stainless steel. Ze zien er alleen niet super erg uit alsof ze heel erg lang meegaan. Wat dat betreft denk ik dat ze wel op een gegeven moment van kleur zullen veranderen. Maar ik vond nu, ik heb sinds kort ook een bovenste gaatje bij laten schieten. En die onderste twee, daar wilde ik eigenlijk niet zo gewoon een knopje in. Ik vind die onderste. Dus vond ik die driehoekjes wel heel leuk met marmer erin. Ja, ik ben eventjes helemaal losgegaan. Ik heb er nu ook eigenlijk al weer genoeg van, want ik heb nu wel echt te veel marmer gekocht. Dus bij deze, hierbij zal ik het ook gaan laten waarschijnlijk. Maar ik vond het wel leuke oorbelletjes en ze waren 16,95 voor stainless steel dus. Dat vond ik een mooie prijs. De buurkinderen zijn buiten aan het spelen. Ik hoop niet dat je dat te hard hoort, maar... Dan was ik bij de Lidl en kwam ik dit schattige vaasje tegen. Gewoon een leuk vaasje. Ja, vooral voor fotografie ben ik dus altijd een beetje aan het kijken van wat zijn leuke props, zoals ze dat zo leuk noemen.
En dat vond ik dit dus ook wel. Het is een vaasje dus van de Lidl, maar ze hebben hem echt al heel erg lang. Tussen de rommelbakken, zeg maar, liggen in allerlei formaten. Ook een kleinere, meen ik, en andere kleuren. En hij was iets van 3 à 4 euro. Dan gaan we naar de toilettasjes. Zoveel marmerdingen als ik kocht, zoveel toilettasjes kocht ik ook. Bijna erin zien. Ik heb er zelfs eentje nog niet bij liggen, maar ik kan je wel vast deze 3 laten zien. Oh, deze van Little Diva. Little Diva verkopen ze nu tijdelijk bij het Kruidvat. Het is echt wat er is, dat is er. En sommige filialen was er bijna niets meer en andere nog voldoende. Maar het is in ieder geval een toilettasje met een soort rieten binnenkant. En de buitenkant is dus van dat doorzichtig plastic. En de nog meer binnenkant is roze. Dus dat zie je aan de buitenkant, schijnt dat er ook zo leuk doorheen. Kijk, de binnenkant is dus echt felroze. En er zit ook een Little Diva bedeltje aan. En ja, ik ben gewoon gek op Little Diva. Ik heb het hele servies ervan, tenminste bijna het hele servies. En het is gewoon echt way too much. Alles is too much wat betreft Little Diva. Eigenlijk is het zo lelijk dat het weer leuk of mooi wordt. En ja, ik hou daar wel van. Ik vind het gewoon een grappig servies voor erbij. Naast mijn saaie witte servies is dat wel leuk om af en toe de boel een beetje mee, wat meer pit mee te geven, zeg maar. Ik heb er ook een strandtas van gekocht. Dat is deze. En die, ja, dat vond ik gewoon wel leuk en handig voor naar het strand. Zeker omdat de buitenkant dus van plastic is. En de strandtas was iets van 10 euro. En het kleine tasje iets van... Nee, het kleine tasje was iets van 10 euro en de strandtas 15 ongeveer. Dan gaan we verder met toilettasjes. Ik kocht er namelijk ook nog bij de Ethos. Een week later was de actie bij de Ethos van Victoria's Secret. En die kon ik eigenlijk ook niet laten liggen. Het is eenzelfde soort buitenkant. Eigenlijk matchen ze best wel leuk bij elkaar. Ik weet niet of je het zo ziet. Maar dat is, je ziet het roze accent er in het echt doorheen. En dan matcht het wel een beetje. En deze heeft dus gouden hartjes en roze glitters. Echt een girly girl toilettasje. Het prijsje zou ik hier nog wel aanhangen. Deze is 15 euro. En de binnenkant is echt zo'n beetje als Little Diva. Dus een pantelprintje. Dus deze van Victoria's Secret. Met mijn eerste Victoria's Secret toilettasje was dus iets mis. Dus ik ging eventjes terug naar de winkel om te ruilen. En toen kwam ik ook nog deze tegen. Die hadden ze in de eerste winkel waar ik was niet. En dus deze die kon ik ook niet laten liggen. Deze was wel iets duurder. Ja, hierop staat ook 15. Volgens mij klopte er niet. Nee, deze was 10. En deze was 15, geloof ik. Maar ik heb uiteindelijk ook korting gekregen. Omdat het helemaal niks van klopte. Dus wat het precies nou is. Deze is in ieder geval iets duurder dan die andere. That's it. Voor zover ik weet. Maar... ongeveer dus tussen de 10 en de 20 euro. Deze heeft dus hier zo'n leuke strik. Die je dan, wat eigenlijk helemaal niet zo heel handig is. Maar het ziet er wel leuk uit. En je kunt hem dus ophangen. Daarom vond ik het wel. Dus het is echt een ander toilettasje als die andere twee. En hieronder zit dan nog een los toilettasje. Die je dan mee kunt nemen eventueel. Niet dat dat nodig is met al die toilettasjes van mij. Maar en hier zitten dan van die ritsjes in. Ik vond het gewoon wel leuk om op te hangen. En ik ga binnenkort op vakantie. Dus vandaar dat ik deze dingetjes allemaal heb gekocht. Dat er ook best wel wat vakantie-items al tussen zitten. Daar ben ik weer. De postbode was eventjes aan de deur. Dus ik weet niet precies waar ik gebleven was. Maar in ieder geval ga ik dus binnenkort op vakantie. Dus vandaar dat er ook best wat vakantie-gerelateerde dingetjes bij zitten. Zoals een overdosis aan toiletrasjes. Laten we snel verder gaan. Ik zie dat ik nog een marmer iets vergeten ben. Dat zijn deze onderzetters. Van echt marmer. Die kocht ik bij de Blokker en bij de Marskramer. En bij de Blokker waren ze 5 euro. En bij de Marskramer 2 of 3 euro. In ieder geval het scheelde een hele hoop. Of 2,50 euro. In ieder geval daar waren ze een stuk goedkoper. En het is dus echt marmer. En ze zitten in een setje van 4. Dan gaan we naar iets wat ik echt al jaren wil. Waar ik bij mijn vriend en mijn moeder al jaren over heb. Over de koptelefoon van Friends. En dan de teler, de gouden teler. Ik heb hem nu. Ik ben gegaan voor de goud met zwart, want ik vond de witte wel heel besmettelijk. En zo ziet hij eruit. Ik doe hem meteen af, want ik hoor mezelf niet zo goed praten als ik hem op heb. Hij is echt best wel goed geluidsdempend.
waarom ik, geluidswerend, noem je dat, geluidswerend, waarom ik zo lang gewacht heb met het kopen ervan, is vanwege de prijs sowieso, maar hij was nu 50 euro goedkoper, in plaats van 210 euro wat hij normaal overal kost. En daarnaast, de geluidskwaliteit schijnt niet super goed te zijn voor de prijs die je ervoor betaalt. En dat hield me er toch wel enorm van, moet ik zeggen, om ze te kopen. Maar bij nader inzien heb ik het zelf eens geprobeerd en ik ben gewoon van die simpele dopjes gewend. En als ik het daarmee vergelijk, vind ik het geluid zeer goed. Er zit ook een lekkere, echte bas in, zeg maar. En daar hou ik gewoon van. Dus ik vind het prima, een prima koptelefoon. En er zit ook zo'n zakje bij, wat eigenlijk, ja, volgens mij is het allemaal wel leer. Maar het ziet er in ieder geval echt heel cheap uit. En de binnenkant is trouwens wel heel erg zacht. Dus ze zitten er wel goed in beschermd. Dus dat was het. We sluiten af met de Friends koptelefoon. Sorry als het wat rumoerig was met de kinderen buiten. Hoop die wat aan het snuffelen is. Maar de komende tijd slaapt Pino even bij mij. Dus vandaar dat het me nu beter leek om het vandaag nog eventjes te filmen. Want met twee honden in huis, dan wordt het helemaal een chaos. Zodoende, ik hoop dat je het alsnog leuk vond om te zien. Ik ben ook benieuwd wat jij hebt geshopt de afgelopen tijd. En of je ook een beetje een marmertik hebt. Of een toilettasjestik. Of een andere tik. Ik ben in ieder geval benieuwd naar wat die van jou is. Laat dat hieronder achter in de comments. En dan zou ik willen zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.